Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een video maken met Rino van Fortnite. En we gaan een cadeautje openen. Ons derde cadeau. Hey Rino, ik denk dat ik weet welke ik ga openen. Weet je welke? De ene op die boekenkast, want die staat daar zo helemaal alleen. Ik ga dat nu doen. Eerst eens schudden. Oké, ik ga die openen. Ben je benieuwd wat ik krijg? Ik heb muziek gekregen. Oké. Nog eens, oké. Oké. Dit lijkt. Ik krijg dat de hele tijd. Welke ga jij pakken? With every round. Bedoel je niet roze en zilver? Oh, welke? Doe die aan. Ah ja, we hebben trouwens de nieuwe Spider-Man gekocht in de shop. Misschien. Die staat de hier. Er is ook nog een andere style, maar ik gebruik gewoon de rode nu. Maar ik kan ook nog deze kopen, maar dat doe ik misschien. Als we dit potje in de top 10 komen, misschien. Heel misschien. Die pack van 800 T-Bucks. Dan met die MG en die pickaxe van Spider-Man. Maar er komen de hele tijd errors. De Greasy is er iets dat we nodig hebben. Ik kan niet, maar oké, eindelijk, ik ben ready. Dit heb ik al gekregen, gisteren. Oké, waar ben jij? Ja, maar die pickaxe alleen kost normaal 800 en die skin 1500. En Emma, zit jij niet in het potje? Nu met masker op. Ja, ik zit te wachten. Ja. Ah ja, ik zie jou. Ik ga eens kijken naar die pickaxe. Die is nog wel nice. Maar misschien ga ik een andere openen, maar ik weet dat niet. En bij Greasy Grove is er iets voor het Winterfest Challenge. Spoederman.
Oh, Mathilde Tower. En dat gaat zo leuk zijn om daar gewoon zo door te vliegen met de Spider-Man Mythic. Het zou ook zo leuk zijn als Spider-Man Mythic in Creative is. Hier is een glider, dus dat is echt heel veel lawaai. De cyclone, dat is een motor. Ja, dat is een soort motor. Adi. Welke pickaxe had jij? Of? Ik vind dat leuk. Waarop die kist daar bij die kerstboom openen. Het is maar één, maar ja, dan nog. Ik zag al iemand met Spider-Man ding. Hey, kom. Nee, twee kisten. Ik heb die. Bij jou? Rino laat me even door. Hier op finishen. Maar ik wil mijn wapen terug, want ik heb die gekild. Allebei. Die houdt dat ene dan weer. Ja, rip. En die gaat dansen. Ik kan nu die andere style aandoen van Spider-Man. Spoederman? Spoederman. Ik denk dat ik dat gewoon ga kopen. Maar eerst wil ik nog eens goed kijken. Maar dat is wel waar. 800 en in de plaats van 2300. Maar ja, dat blijft toch. Oh, even goede muziek aanpassen. Waar is de goede muziek? Want dat is wel een leuke skin. Ik denk dat ik dat ga doen. Ga jij die kopen? Ik heb dat gekocht. Ik heb. Die heb ik al. Ah, dat is die backbling. Oké, ik denk dat ik alles heb geëquipt van die. Yep. Die skin is wel echt leuk. Welke? Maar er zijn in sommige spellen, bijvoorbeeld Ark Survival, daar kan je mega handig mee doen. Wauw, joh, ik hou die pickaxe hoog. Rino, ik ga dood van een kampvuur. I'm on fire! Welke is het? Die is gewoon hoog. Maar ik kan die wel houden, want die is wel nog leuk. Ja, we gaan dus ergens anders landen. Condo Canyon. Oh.
Altijd als ik glide, zet ik gewoon autosprint aan. Met zijn autowalk. Jammer. Plant in het appartement. Bij de kist. En ik heb een shotgun. Ja, dat is echt irritant. En wat ik heb is een enemy en een paar wapens. Ah, die nooit kan doen. Maar die SMG die moet echt een beetje slechter gemaakt worden. Ik zit wel vast in een zwembad. Ga die killen. Of pak mijn reboot en reboot mij gewoon. Wat? Nee man. Maar dan moet je natuurlijk wel daar naartoe gaan. Waarom drop jij die? Wat is dat? Ah ja! Niet kapot maken, ik heb het ook nog nodig. Mijn shotty. Wat? Maar ik heb hem gevonden. Ja, alleen degene die achter laat. Oké, we moeten een potje, nog een potje doen, maar dan veel beter spelen. Dan is het echt kort. Wat? Ik weet het, maar die SMG is gewoon veel te goed. Maar je bent sitting out, je moet dan redden. Ja. Hé, maar die pickaxe die je aan hebt. Dat is precies die old chopper van in de dingen. Shop. Ja, die pickaxe die je hebt gekregen van die kerstcadeau. Nee, eigenlijk is er... Ah ja, dit was de windglider. Maar die windglider lijkt echt op een andere. Windglider van dit seizoen. Spider-Man. Dat is niet Peter Parker, man. Nee, dit is Tom Holland, hè.
Nee, er zijn twee verschillende. Ik vind dat net goed. Anders zou dat niet zo leuk zijn. Maar dan zou die niet meer bij de dingen horen. Superhero skins. Maar dit doen gewoon alle mensen. Dat wapen is zo sterk. Het is zelfs mogelijk om één kogel te schieten. Ik kan gewoon hoog bouwen. Me niet naar beneden hakken. Nee, Rino, niet doen. Ik ben niet naar beneden proberen te doen. Ik land weer in dat grote appartement. En ik heb de kerstmis. Dingen. De glider aan. Welk blauw en zwart. Spider-Man. Ja. Oh, typisch. 1 AP. Je kunt die nu gewoon pickaxen. En zijn kogels zijn waarschijnlijk ook bijna op. Waarom gebeurt het ook weer bij ons? Dat er iemand landt bij mij met een shotgun. Nu kunt jij die nog killen, maar anders is het eerst die je hield. Ik ga die gewoon pushen. Die is 1 AP. Door hem doorstarten. Ik ga nu naar mijn reboot. Tino. Je kon ook die vis innemen die daar lag. Of niet? Oh. Oké, maar dit was dan de video voor vandaag. De potjes gingen niet zo goed, maar doei.